één foto die voor mij heel erg belangrijk is geweest in deze serie is een foto van Wilmery en Sakiti die in hun auto zitten te zoenen na een avondje uitgaan in Johannesburg in 2018. En eigenlijk in de jaren dat ik aan deze serie heb gewerkt wilde ik heel graag een gemengd stelletje, gemixt stelletje qua kleur. En dat was best wel lastig, want in Zuid-Afrika zie je maar heel zelden mensen hand in hand op straat lopen waarvan de een wit is en de ander zwart. En uiteindelijk heb ik hen gevonden en hebben ze helemaal meegewerkt aan de serie. Ze zitten ook in de VPRO-documentaire. En ja, voor mij symboliseert deze foto een klein beetje. Ze zitten te zoenen. Het is bijna een soort van geheim, want ze zitten in de auto. En terwijl ze ook in het openbaar wel hand in hand lopen. En toch krijgen ze dan vaak reacties van mensen. Van, hey, kun je niet iemand vinden van je eigen kleur? En dat zijn van die momenten waarop je merkt dat Zuid-Afrika echt nog wel een lange weg te gaan heeft op het gebied van gelijkheid. En ja, dan kan de apartheid wel afgeschaft zijn op papier. Dat wil gewoon echt niet zeggen dat het dagelijks leven ook alles maar, dat iedereen maar gelijk behandeld wordt. En daarom vind ik hun zo'n geweldig stel, omdat zij dat wel heel erg uitdragen en daarvoor staan. En gewoon heel veel van elkaar houden en dat het niet uitmaakt welke kleur ze zijn. Dus voor mij een belangrijke foto in deze serie.